Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering. We gaan weer verder met onze Sims. Wat we gaan doen is, ja, we gaan weer bezig. Hij is nog aan het slapen nog. Dus daarvoor moeten we even op wachten. Dus laten we eens even kijken. Zij is verliefd op mij. Zij is mijn nieuwe aanbidster. Daar gaan we mee vandaag leuke dingetjes doen. Ik hoop dat jullie zo meteen de reacties allemaal schrijven van wat jullie allemaal willen. Even kijken. Wij zijn nu bezig. Hopelijk zo snel mogelijk klaar. En we gaan ook gelijk naar de wc als hij klaar is. Even eten, koken, doneren, zo. Even kijken. Het is vandaag maandag en we beginnen pas om 8 uur. En we zijn wel best wel vroeg in bed gegaan trouwens. Goed, laten we maar eerst even eten en daarna verder kijken wat we kunnen doen. Nou, dat moeten we alleen nog even invullen. Nou, wat we kunnen doen is, we kunnen de woonkamer veranderen, we kunnen alles doen. Maar ik denk dat we sowieso eerst even moeten kijken van wat we kunnen doen. Er hoeft nog niks meer gedaan te worden. Na het eten gaan we weer slapen en hopelijk kunnen we dan gelijk dingetjes doen. Even kijken, wat kunnen we zo meteen doen? Oké, hij gaat nu slapen, hij ruimt zijn bordje op en hij gaat slapen. Waarom gaat hij hierin? Oh ja, natuurlijk. Dat had ik nog niet klaargezet. Oh, heerlijk is dat, hè. Even kijken, doen we deze of die? Die doen we wel even kijken, inzetten. Even kijken, kunnen we hier neerplaatsen, zo. Afvalbak is hier. Nou, even kijken. Staat hier nog meer in? Vier stoelen. Yes. Oké, gaan we weer. Nou, hij gaat zo meteen weer slapen. Hoe beter, hoe goed. Nou. Hij moet wel slapen, want morgen moet hij alweer aan het werk. Hij heeft nu zo lang meer. Hij moet over 9 uurtjes weer werken. Nou. Hopen dat hij het goed doet. Hopen. Nou. Douchen. En de wc ingaan. Doen we even zo snel mogelijk alles. Zo gaan we naar onder. Gaan we sneller gemakkelijk de maaltijd bestellen. Nou, over 4 uurtjes moeten we weer werken. Nou. Dat was het volgens mij. Kijk nog even naar de machines die ik gebruiken. Nou, dan zetten we hem even lekker op play. Nou, wat we kunnen doen is, wanneer hij weg is, gaat hij aan het werk.
Ik heb geen idee. Zometeen, wanneer ik klaar is met werken, kunnen we haar, mijn vriendinnetje, even vragen van wat. Nou. We dus wachten op dat hij. Nou, even kijken. Ja. Over 15 minuten, 14. Tijd moet zeggen, dat gaat wel best wel lang. Heel erg snel. Over. Nou. En nu gaat hij. We kunnen meegaan, dan gaan we dat ook maar even lekker doen. Dus ja, kijken. Ik ben benieuwd wat er vandaag op het recht staat. Welkom aan boord. Het is tijd om misdaad te bestrijden. Gebruik eerst een computer om een zaak toegewezen te krijgen. Oké. Nou, even kijken. Papierwerk activeren, politiedata doorzoeken. Nou, een zaak toewijzen, accepteren. Nou, hij is nu bezig. Nou. Als je bij onderzoeken van plaatsdelict. Je moet wat een weten voordat je jouw eigen zaak kunt runnen. Allereerst moet je een ervaren regisseurs of wat dan ook onderzoek naar een plaatsdelict. Gebruik de misdaad plattegrond om naar plaatsdelict te reizen. Oké, reizen. En hoe gaan we dat doen? Ik heb geen idee. Schrijven, huiswerk. Naar de plaats gelukt in gaan. Nou, laten we dat maar eens even doen. Ik ben benieuwd wat ze nou weer te klagen hebben. Dit is nou wel een beetje leuk. Een beetje politieagentje spelen. Ik kan niet zo goed lezen. Plaats delict. De plaats delict kun je aanwijzing vinden waarmee je de verdachte op de kunt sporen. Onderzoek en afgesloten. Vanwege gaan naar de aanwijzing zoek op de grond en de omgeving om de aanwijzing te vinden. Praat ook met de getuigen om een verslag te krijgen. Oké, nou. Wat is hier gebeurd? Nou, even kijken. Wat kunnen we hier allemaal zoeken? Nou, we kunnen hier niks vinden volgens mij, of wel? Bewijsfoto. Nou. Hmm.
Facebook bekijken, chatten, websites lang. Even kijken, slag meer. Nou, even kijken, kunnen we nog naar boven gaan? Nee, ze hebben alleen dus onder. Dus we moeten even kijken van hoe of wat. Het gaat nergens over, er is geen moord gepleegd, helemaal niks. Dus die laptop is, de computer is gestolen, want... Nou, nog meer, even kijken. Nog meer? Wat sorry? Even kijken. Nou. Wat kunnen we nog meer? Je zelf moet inpraten. Even kijken. Wat is hier gestolen dan? Even kijken. Helemaal niks. Oké. We moeten wel even naar bewijsmaterialen even zoeken. Nou. Kijken, wat kunnen we hier nog meer vinden? Nou. Het is nog wel lastiger dan ik had gedacht. Ik dacht wel dat het makkelijker zou gaan, maar... Is er hier nog wat gebeurd? Nee. Even kijken. Nou, moet nog een paar, nog twee aanwijzingen zoeken, moet nog foto's nog twee keer maken. Nou, hier even zoeken. Ik moet zeggen, het is wel een beetje moeilijk om toch een beetje te zoeken van wat is er aan de hand, wat zijn ze aan het doen.
Zo jammer dit even kijken. Dit is ook gestolen. Ik had gelijk zien wat gestolen is eigenlijk. Maar alleen wat? Dat is nou altijd nog een raadsel. Nou, foto maken. We moeten terug naar de politiebureau. Hoe gaan we dat doen? Oh ja, zo mooi. Nou, oké, dit plastelect zou opruimen. Opruimend worden na je vertrek en je kunt daarna niet meer terugkeren. Wees je zeker dat je nu wil vertrekken? Ja. Want we moeten nu terug naar het politiebureau, geef hij aan. Dus laten we maar eens even verder gaan. Nou. Oké, nu je bewijsmateriaal hebt, verschijnt op het plaatsdelict wordt het tijd om een verdachte op te sporen. Gebruik het apparaat en de computer om de bewijsmateriaal die je op de plaatsdelict gevonden hebt, de kans bestaat dat je zo informatie krijgt over de daden. Nou. Dus even kijken. Kunnen we even kijken naar plaatselijke gaan. Papierwerk, politie doorzoeken, werk, gamespelen, sociaal werk, politie, data vergelijken. Foto's. Gaan we dan naar de politie? Nou. Nou, even kijken. No. Even kijken. Welke criminelen zitten? Oh, mijn schatje is hier ook al. Nou, eens kijken. Moet ik wat eten? Ja, ik moet wat eten. We hebben niks te eten, jawel. We hebben geen kantine, jawel. Nope. Even kijken.
Laat is het bijna 5 uur. Nou. Nou, even kijken. We kunnen even kiezen om werk naar plaatselijk papierwerk activeren, productie vergelijken. Nou. Nou, we zijn bijna klaar met onze eerste werkdag. Ik moet zeggen, we hebben het goed gedaan. Alleen, we hebben de daden nog niet. Even nog de laatste. We moeten even een uurtje doorwerken. Waarom? We moeten toch de data even zien te pakken. Nou, we zijn nu officieel klaar met werken. Nou, morgen kunnen we pas verder beginnen met onze volgende werkdag. Nou, ik hoop dat jullie hier hebben van genoten. Dan zullen we eerst even laten eten. Even kijken, we gaan hem eerst laten eten. Even kijken, laten we eerst maar eens even eten. Hoe vaak, hoe sneller je eet. Nee, ik moet zo meteen slapen, ja? Even kijken, nou. Even laten eten, heel erg snel. Even nog een keer even laten eten, even naar de wc gaan, gebruiken. Even slapen. Wanneer worden we wakker? Uurtje of 2 uur? Ja, 2 uur. Gaan we weer even eten. Waarom haal je het aan elkaar spijten voor de milieu? Hmm.
Nou, hij is nog lekker aan het eten. We gaan naar de volgende aflevering verder. Sorry dat ik er zo voorbij was met mijn hoofd. Maar we hebben gezien hoe de Sims hun werk hebben gedaan. Hoe ze het voor elkaar bijna hebben voor elkaar gekregen om hard te werken. Ik wens jullie een fijne middag of fijne avond of fijne morgen. Nou. Bedankt voor het kijken. Doei doei.